In hoeverre is dit een terugkeer inderdaad eenmalig? Of is er al gesproken of eventueel nog meerdere? Nou, zullen we eerst eens even kijken of we dit programma rondkrijgen. En dan kijken of we ook mensen kijken. En zullen we dan misschien een beetje gaan bedenken of het misschien... Ja. Lijkt dat niet een logische volgorde? Is een hele logische volgorde, maar regeren is vooruitzien, Katharien. Dus ja, je hebt erover gesproken. Dat is waar. Maar jij bent niet de baas bij RTL. Dat klopt, maar ik kan me wel voorstellen dat er wordt gezegd van... luister, we doen dit het is een eenmalige show. Want dat is belangrijk, hè, wat je net zei, die zakelijke overwegingen. Ja. Tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat als jij die behoefte hebt... is die er, één, om nog zo'n show te maken? Nou, als het over zulke belangrijke onderwerpen gaat, zou ik dat best wel willen. Dus één, die behoefte is er. Ja. Als ten tweede, als het bij de zender ook nog zegt van... nou, wij zien daar ook wel ruimte voor, is dat er? Ja, dat moet RTL met jou beantwoorden. Ja, maar in ieder geval, je zou het wel willen doen eventueel. Ja, ja. Weet je wat namelijk het bijzondere aan dat programma Katharien was? Nou. Dat is, kijk, wij zitten hier allemaal als een soort hotemetoten, toch? Mm-hmm. We hebben allemaal een soort specialiteit. Maar bij Katharien kwamen altijd mensen die gewoon waren. Mm-hmm. Hè? Die allemaal dingen... En toch bijzonder. Juist. Gewone mensen met bijzondere verhalen. Nou, en dat is er niet meer. En dat missen de mensen ook.